Vorige week vrijdag 19 september speelde Masada in de Huismolen. Hoewel Masada behoorlijke hits heeft gehad en een vrij bekende naam heeft opgebouwd, was het stil. 50 betalende bezoekers en nadat de organisatie de entree had opgegeven, kwam er nog 20 man bij. Toch een wervelende show met onder andere dit succesnummer. We hadden een gesprekje met Arie, jongerwerkster in Trol, en vroegen aan haar waarom Masada niet in Trol zelf speelde. Ja, omdat Trol verbouwd wordt en we daarom gesloten zijn, hebben we eens in de maand hier in Huismolen een concert. En die zijn over het algemeen op iets grotere schalen, de concerten in Trol, omdat er hier nou eenmaal wat meer mensen in de zaal kunnen. Wat vond je van vanavond? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vond het publiek spontaan en ondanks dus dat er zo weinig mensen waren, dan deden ze hun best wel om mee met ons te zwingen. Om met een gewone vraag te stellen, wat vond je van vanavond? Nou, ondanks dat het half vol was, toch wel heel gezellig, ja. Nou, jullie hadden de zaal behoorlijk mee, hè? Mag ik wel zeggen. Gelukkig wel, ja. Maar we zijn ook niet al te veel gewend, hoor, wat betreft lege zalen en zo. Dus, Dat het niet goed gaat met de Nederlandse popmuziek is een feit. Is Masada de enige band die dat ondervindt? Nee. Het is heel jammer dat geen één Nederlandse groep echt die nou echt in de picture is. Het is allemaal buitenlands. Hè? Heb je daar misschien een oorzaak voor? Het kan van alles zijn. Of de Nederlandse groep is te slecht om een hit te maken, weet je wel. De kwaliteit is te slecht van de Nederlandse groep? Of de discjockeys, die hebben te veel... Veel te zeggen, weet je. Ja, misschien wel te veel, of niet? Ja, veel te veel, vind ik. We'll be right back.
percussionist was een van de blikvangers op het toneel. Wat vindt hij daar zelf van? Ik heb een eigen stijl, weet je wel. En ja, het gaat goed. Ik heb mijn eigen stijl gewoon van spelen en van doen en laten op de bühne. Hoe ziet de toekomst van Massade eruit? Jullie gaan op dezelfde voet verder? Ja, ik denk dat er komen straks een tweede single uit en het LP-werk. En dan kijken nog. Misschien een clipje erbij, dat is belangrijk nu. Kijken wat er gaat gebeuren, weet je wel. Dat hangt af van wanneer je het uitbrengt en welke single het wordt. En de tijd. Dat speelt allemaal mee. Verscholen op het toneel en hier ook nog verscholen. Eindelijk hebben we je gevonden. Je had honger gekregen. Nou zeg. Ja? Ja. Het is na zo'n optreden natuurlijk heb je altijd een beetje honger. Een beetje, ja, dan moet je even bijkomen weer. Hè? Ja, wat vond je van vanavond? Heel gezellig. Ondanks dat er zo weinig mensen waren, was het vrij redelijk. Wat is nou het verschil van vroeger en van nu? Nou, het verschil is gewoon muzikaal is het gewoon veel sterker dan vroeger voor ons. En qua stijl? Is ook veranderd natuurlijk. De tijden veranderen ook, weet je wel. Je kan niet de hele tijd dezelfde muziek blijven maken. Hoe beschrijven jullie deze muziek nou zelf? Nou, echt meer naar de rockkant, hè.